We zijn hier vanmiddag bij Food Forum, het paviljoen van de provincie Flevoland tijdens de Expo Floriade 2022. En we gaan vandaag eens kijken hoe ver het ermee staat. Karel, wat zijn jullie hier aan het doen? Wij zijn hier een plafond aan het inbouwen op riet. Riet is, en leem is een hele oude methode, een van de oudste bouwmethodes überhaupt. Want mensen hadden vroeger geen cement of gips. Dus het is een heel natuurlijke bouwmethode die je hier toepast? Het is de oudste. Hoe zijn jullie zo op het idee gekomen? Wij wilden met één groot gebaar het verhaal van Flevoland vertellen. Dus we kwamen op het concept om een stukje aarde, letterlijk een stukje Flevolandse bodem, tot aan de zeespiegel op te tillen. Dus dit eigenlijk, de onderkant van het plafond, is ook zeespiegelniveau. En dus dat, die hele glaslijn, zeg maar, is bij wijze van spreken onder zeespiegel. En dat vertelt eigenlijk gewoon het verhaal van Nederland, het verhaal van Flevoland. Dus Douzet, als ik het goed begrijp, dan krijgen we straks aan de buitenkant van het paviljoen een echt stukje Flevolands bodemprofiel. Klopt, we zijn hier op locatie, hebben we onderzoek gedaan van wat vinden wij hier op de plekken. En we hebben een heel mooi monster meegenomen naar Tirafino. Het is een vrij donkere kleur. Het is een mengsel van kalk, van leem en van carbon om het op kleur te krijgen. Buiten hebben wij een grove structuur van hout bekleed met steengras. Steengras is een net met kleine baksteentjes ingewerkt, wat wij volspuiten met een mengsel van kalk, leem en steenkool en decoreren met schelpen en met zeegras en stenen. Ergens rond een meter gaan we een heel subtiele laag van schelpen aanbrengen. Dat geeft aan dat het ook ooit onder zeeniveau natuurlijk lag. En ergens bovenin zullen we wat takken en organische resten verwerken. Dat men ziet dat er ook de bovenste lagen wat jonger zijn, zeg maar. Maar dat is heel subtiel, dat zijn details die men van dichtbij ziet. Maar van ver af ziet er alleen de grote gebaar van dat opgetilde aarde. Food Forum vertelt het verhaal van Flevoland. En tijdens de Floriade Expo 2022 willen we samen met onze Flevolandse ondernemers en kennisinstellingen ook werken aan dat voedsel van morgen en ook laten zien wat het voedsel van morgen is.